Hey, welkom bij onze bierclub. Deze keer alweer in oktober. Vorige maand hebben jullie allemaal een heel gaaf bier gehad. Met jullie eigen namen erop. En voor de mensen die nieuw zijn, ja, die hebben jullie dus niet. Dus moet je nog even lid blijven. Dan krijg je misschien ooit nog wel een keer zoiets. Ja, een soort gelijk iets inderdaad. Ja, deze maand niks persoonlijks voor iedereen. Maar wel echt hele toffe bieren. Ja, zeker. We hebben er weer 10 kunnen vinden. Vanuit iets ja, semi-lokaals, tot aan de andere kant van het land, tot aan de andere kant van de wereld. En van barrel-aged tot gewoon een leuke blonde pils, er zit van alles in. Maar ook herfst. Herfst, ja. Twee bokjes. Twee herfstbokken. Het is natuurlijk weer het seizoen. En dat is voor ons altijd flink aanpoten, want iedereen wil dat hebben op de een of andere manier. Supermooi. Ja. Heel toepasselijk denk ik dat wij beginnen met een beetje katerbier. Ja. Morning After Pils. Van brouwerij De Werf uit Enkhuizen. Ja. De andere kant van Nederland voor ons. Precies. Ja, ze noemen het een pils. Het is een kuls. Dus meer een kuls die niet uit Keulen komt. Ja. Dus wat frisse smaken. Je zou er nog steeds geen kater van moeten krijgen. Nee, maar het heeft ook geen medicinale werking of zo. Dus, maar als man word je er in ieder geval niet zwanger van als je het de dag erna drinkt. Goed. Het is voor mij ook wel een beetje toepasselijk, want het was vrij laat gisteravond. En het is nu natuurlijk weer ochtend, zoals altijd, als wij dit opnemen. De Werf in Enkhuizen, ben je er ooit geweest? Ik niet, nee. Ik ben er 2 jaar geleden geweest. Dat is echt een hele toffe tent. Mooie brouwerij met een heel tof proeflokaal. Lekker een beetje industriële look. En hoewel het in het noorden van Nederland zit, Noord-Holland, wordt het gerund door België. Ja, maar die weten ook precies wat brouwen is. Dus, ja, België en West-Friesland en Noord-Holland. Dus. Ja. Cheers. Zacht. Heel zacht, ja. Wel iets kruidigs erin. Ja. En wat moutig. Ja, zeker. Gewoon een halfdronk komt hier. Maar je proeft ook wel een beetje die nobele hoppen, die Duitse. Ja. Een beetje typerende smaak is dat ook altijd. Ja, mooi. Ja, echt wat kruidig. Maar het heeft inderdaad, volgens mij zeiden ze dat zelf ook, het is een beetje een combinatie tussen pils en kulch. Ja. En dat proef je er wel echt in terug. Dus als ik kulch drink in Keulen, dan is dat altijd een hele zachte, sprankelende smaak. En toch komt dat bittertje er heel erg door wat je, en dat moutige wat je in pils heel snel terugvindt. En daarnaast is hij iets troebel, tweeschijn. Iedere keer weer die opmerking, maar ja. Het drinkt. En dat is iets wat je in pils en kuls eigenlijk niet zo veel terugziet. Nee. Behalve in kraftpils. Ja, precies. Dus dat is op zich wel tof. En hij is even goed, gewoon heel sprankelend. Ja, dat smaakt prima in de ochtend. Ja. En toch ga ik hem aan de kant zetten voor de volgende. Komt eigenlijk uit de andere kant van het land. Een beetje uit het oosten, uit Deventer. De Arcto is een stout van brouwerij Davo. En ook Davo heeft een heel gaaf proeflokaal, wel meerdere tegenwoordig trouwens, ja, meerdere cafés. Ja, die zijn aan het uitbreiden, maar dat. In verschillende steden hebben die locaties. En ja, het is echt een brouwerij die flink aan de weg in timmer is. Ja, want de Arcto is eigenlijk gemaakt voor de winter. Het is een stout met een vleugje kersen. Wel behoorlijk. Ja, laag alcoholpercentage, 6,5%. Dus niet al te zwaar, maar wel een verwarmde smaak. En met kersen erin? Met kersen, ja. Ik ben wel benieuwd. Ik hou wel een beetje van een soort amarene toets, maar mm-hmm. Ik weet dus nog niet helemaal wat ik hiervan moet verwachten. Je ruikt hem mooi in de verte. Een hele lichte, of ja, het is een donkere schuimkraag, maar wel klein. Trekt snel weg. Mm-hmm.
Hij is zachter dan dat ik verwacht had. Mm-hmm. Hij is zachter dan dat hij ruikt. Hij ruikt veel krachtiger. Maar in de smaak is hij wat zacht. Hij is wat wel vol. Ja, het zijn echt die gebrande mouten die je vooral proeft. Wel echt een mooie winterse. Dat kersen dat geeft toch echt wel een beetje dat verwarmende gevoel. Ja. En omdat hij niet zo heel hoog in alcohol is, want hij was, je hebt 6,5. Net gezegd, 6,5%. Ja. Kun je hem ook best wel goed doordrinken. Dus dat... En volgens mij is dit de tweede iteratie van de Arcto. En daar heeft alles ooit eerder een Arcto bestaan. Maar deze is met een vernieuwd recept en verbeterd. Wel echt, als je hem even laat staan, dan komen de kersen steeds meer naar voren. Ik proef hem nu ook, ja. Ja, tof. Ja, en Davo, echt een hele toffe brouwerij, wat ik al zei. Ik ben er een paar keer geweest. Met een evenement ben ik er een keer geweest. En ik ben er gewoon lekker tijdens een ritje op de motor langs geweest. En ze hebben daar ook goede alcoholvrije bieren. Ja, en nou, heerlijk lunchje. Dus, ook een hele plek met een blote voetenpad en iets eromheen, vertelde die toen. Nou, dat is niet bij de dingen in Deventer, maar dat is bij een van de andere... Ja, precies, bij een van de andere locaties weer. Dus. Ja, ik ben alleen in Deventer geweest tot nu toe, dus ja, tof. Ja, dan hebben we ook nog iets wat van wat dichterbij voor ons komt. Nog steeds ongeveer 3 kwartier rijden, maar vanuit de brouwerij Van Mol. Ja, in Eindhoven. Die hebben de Joie de Vivre gemaakt. Is dat de lol van het leven, toch? Ja, levensvreugde, lol van het leven. Hij wilde graag uit. Er zit heel veel vreugde in. Ja, het komt misschien ook omdat we hem niet gekoeld hebben, hè? Ja. Er is een kans dat dat de reden is. Maar ik ga daar wel eens een eventje bellen met de brouwerij van... Hey jongens, hoe zit het? Ja, dat het erbij hoort. Maar we gaan hem wel proeven, want... Het is in ieder geval een Vlaamse rode. Die 2,5 jaar gerijpt heeft op cognacvaten. Dus dat is echt heel lang. Eens even kijken, ik heb hier een doek. Allemaal. Gaan we wel eventjes een beetje oplossen. Huppakee. Kijk. Nou. Niks meer van te zien. Zo. Ja, Joie de Vivre, 2,5 jaar gerijpt op cognacvaten. En ja, cognac geeft over het algemeen al een beetje branderige smaak, geur, scherp. Vaak ook iets van appel kom ik vaak tegen als ik iets van cognac heb. En dan op een sour. Ja, dat branderig is hij wel. En hoeveel alcohol heeft deze? 9%? Nou. Het lijkt meer. Het lijkt wel meer. Helemaal achter in de slok merk ik ook wel iets kruidigs, zoetigs. Mm-hmm. Dan voel je echt helemaal achteraan in je keel. En daarna komt nog een keer extra dat branderige erachteraan. De cognac zit echt vol in de afdronk ook. Nou, qua smaak is deze wel echt helemaal top. Ja, we hadden het de laatste over dat ik... Of het algemeen niet zo'n fan ben van Vlaams rood, maar deze die gaat er goed in, moet ik zeggen. Ja, en de naam doet hij zijn eer aan, hoor, Vlaams rood. Het is echt een... Ja. Wel gaaf. Ja. Nou, met 9% ga ik hem zo 's ochtends niet helemaal leeg drinken. Ik stel voor dat we het leuk afsluiten. Volgende maand is er weer een editie, natuurlijk. Drink deze lekker deze maand leeg en geniet van de bieren. Ja. Want we hebben natuurlijk iedere maand een nieuwe box. Iedere maand 10 bieren, iets leuks erbij. Gratis verzending. Denk ook eventjes, als je dan toch bezig bent met ons abonnement, dat wij ook een adventskalender hebben. Ja. Die wordt vanaf begin november wordt die ook uitgestuurd naar iedereen. Net voor de volgende box, als het goed is. Net voor de volgende box zullen sommige mensen hem al hebben. Sommige mensen zullen hem misschien er net daarna krijgen. Ja. En dan kun je vanaf 1 december tot en met 24 december iedere dag een gaaf bier drinken.
In de adventsperiode, daar is de adventskalender natuurlijk voor. Ook stijlen die alle kanten op gaan. Dus, ja, en ik moet zeggen dat we best wel trots zijn op wat we daarmee hebben neer kunnen zetten. Dus ja. Ik zou zeggen, tot volgende maand. Tot volgende maand, ja. Proost. Cheers.